Ja, het is vandaag 19 januari 2019 en we zijn hier op het Ruitersportcentrum West-Brabant in de Bouwse Plantage. En ik spreek met Mieke Gebbink. En Mieke, jij bent in blijde verwachting. Ja. In blijde verwachting ja. Van... Het nieuwe familielid komt zo. Ja. Ik kan ook met arriveren. Nou, een half uurtje. En dat is een paard, hè? Een heel lief paardje. Ja. En dat is heel belangrijk voor jou, want jij hebt vroeger ook een paard gehad, denk ik, hè? Ja, ik ben opgegroeid met 3 ponies. Juist. Van die kleintjes. Ja, en dat is alweer een tijdje geleden. En nu komt dan het moment. Dat is dikke 30 jaar geleden. Juist. Nou, 40 jaar geleden. En wat deed je nou besluiten om weer met paarden bezig te zijn? Ja, mijn gevoel volgen. Ja. Ik ben eindelijk mijn gevoel een beetje aan het volgen. Mm-hmm. Het paard is, ja, ik ben verhuisd. Ik ben weer terug naar mijn oude huis verhuisd. Daar had ik vroeger altijd paardjes, ponietjes. En nu ik daar weer woon, wil ik dat ook weer. Ja, ja. Dus... Dit is Suusje, mijn allerbeste vriendin. Juist, dat wij is kennen elkaar al vanaf dat we 7 zijn en 8. Ja. Yes. En de band is nooit verloren gegaan. Nee. Sterker nog, hij is beter geworden. Juist, dat is toch door wel... dik en dun. En het mooie is dat jullie samen met een paard op en huilen. Ja, en samen in Berg op Zoom. En samen in Berg op Zoom. Terug naar Berg op Zoom. Samen in Berg op Zoom. Dat is weer net gek, hè? En weer net zo ver wonen we van elkaar als vroeger. Ja, fantastisch. Alleen we kunnen over veel meer dingen praten. Vroeger praten we alleen maar over de paarden. En huilen. En huilen. Maar dames, jullie zijn natuurlijk ook wat ouder geworden en hebben heel wat levenservaring opgedaan. Nee, dat is niet te zien. Dat geef ik onmiddellijk toe. Nee. Maar de ervaring is natuurlijk wel gegroeid. En na 9 uur 's avonds zijn we nog mooier. Ja. Ja. Maar nu ter zake. Maar we gaan nu gewoon letterlijk en figuurlijk weer gepaard door het leven. Juist. Allebei weer paarden. Kijk, vroeger had Mieke meer paarden, nu heb ik meer paarden. Ja. Maar, nee, met de winnaars. Maar Mieke is nu pas begonnen. Dit is pas het eerste paard van Mieke. De vraag is hoe lang dat gaat duren dat er nog een eentje een paar bij komen. Want Mieke, jullie kinderen die zullen misschien ook wel geïnteresseerd zijn. Nou, die waren helemaal verliefd op het paard. Juist. En dat was voor mij de doorslag. Mm-hmm. Ik zag mijn kindjes en ik zag het paard. Ik denk, ja, dat is een goede klik. Ja. En ja. Nee, dat is een ander. Jawel. Nee. Nou, dit is een andere auto. Ik ken die auto nog wel. Ja. Ze kent de auto van de man niet. Ik wel. SSJJ40. Dat is maar, nee, maar in ieder geval, voor de kinderen is het ook goed. Het is alleen maar achter Fortnite. Maar die gaan we weer naar Lorette. Suzanne, toch, even stil hoor. Galelja. Ik moet eerst even wat meer van Mieke weten. Oké, okay. Mieke, succes. Ja, je mag erbij blijven hoor. Je mag erbij blijven, natuurlijk. Nee, zeg maar Mieke, je gaat een paard aanschaffen. En waar ga je dan beginnen? Hoe ga je dat opzoeken? Ja, tweedehands paard gezocht. Oh ja, op marktplaats. Ja, eerst op marktplaats gekeken. Ja. En toen kwam ik op tweedehands.nl terecht. Ja. En toen ging ik een beetje daar doorheen scrollen. Ja. En toen zag ik ineens een foto van een paardje. En die trok mijn aandacht, die foto. Juist. En toen ben ik het eens gaan lezen, het verhaal. En toen dacht ik, dit klinkt goed. En jullie zijn gaan kijken om in levende lijven te zien? Ja, ik ben de eerste keer meegegaan. Ah, ja. Niet veel van verwachten, maar gewoon even oriënteren een beetje. Ja. Maar toen vond ik het paardje toch wel heel bijzonder. Mm-hmm. En toen is hij wel blijven plakken. En nog een keer terug geweest? Nou, ik ben 6 keer terug geweest. Nou, dan heb je er echt wel overwogen besluit genomen. Ja, 6 keer terug geweest. En hij is heel braaf en heel lief. Ja, betrouwbaarheid is een... je kunt er onderdoor lopen als hij stilstaat. Ja. En dat vind ik heel belangrijk. Juist. Kindjes kunnen er onderdoor. De kinderen kunnen er als het goed is alles meedoen. Mm-hmm. Hij is wel pittig. Zij is wel pittig. Zij ik ben is altijd pittig. Ruintjes gewend, maar het is een merrie. Ja. Zij is wel pittig als je erop zit, maar niet pittig in die zin dat ze bokt, stijgt en er vandoor gaat. Mm-hmm. Het gedrag is heel betrouwbaar. Ze is heel betrouwbaar. Zeker met poetsen. Nou, en toen bij hem in haar zag, was het echt gewoon lief. Oh, ja. En Des is nu onderweg. Hij is nu onderweg. Hij ruikt zijn stal waarschijnlijk al een beetje. Ja, al het goede komt uit België. Juist. Ja. Even kijken hoor. Even kijken. Laat heb ik om 10 uur, staat zo'n kwartier onderweg. Tegen 10:45 zijn ze. Hij kan elk ogenblik. Mijn nieuwe kind. Ja. Nou prima. Dan gaan we nog wachten tot hij komt. Dankjewel. Jullie staan hier natuurlijk vol verwachting alsmaar uit te kijken naar de weg. Waar blijft hij? Waar komt hij? Ja, een paar minuutjes. En nog een paar minuten, dan is het zover. De slag is al genomen. Jongen, wat wordt jullie geduld op de proef gesteld? Het lijkt bijna of we bij een bruiloft zijn waar het bruidspaar aankomt. Ja, we gaan nog allemaal huilen straks. Kinderen vinden het ook heel spannend. Ik zou niet huilen, ik zou lachen. Vanavond hebben we een feestje. Gaan we uit eten.
Oh, echt waar? Ja. Jongen, jongen, jongen. Onze nieuwste familielid. Buitengewoon. Maar nog even geduld, want dan komt hij. Ja, dan komt hij echt zeker. Ja, ik spreek met Benjamin. En daar is Bram. En jullie zijn natuurlijk ook best nieuwsgierig voor het paard, hè? Ja. Daar zo! En daar komt hij zo. Straks staat hij al in de stal. Ja. Maar jullie zien er echt wel naar uit. Blij dat hij komt. Ja, ja. Ja, nou, leuk. En dan straks een beetje op rijden. Ja, kijk ook daar. We wachten hem af. Hij komt. Over een paar minuten. Kijk, we zien de trailer al aankomen. En we staan hier allemaal vol verwachting, klopt ons hart. Sander en René zijn ook gekomen. En dat zal hem ongetwijfeld zijn. Kijk eens, zo. Die gaat wat briezen. Hij ruikt zijn nieuwe stal. Ja, die zal helemaal dolle zijn. Moet je gaat nu zien hoe ze kan zijn als ze briest, maar dat stelt niks voor. Nee, oké, maar we gaan het... ik ben blij. Zelfs René is emotioneel. Oh, yeah. Sander, oh, vrouw. Sander, oh. Ja, oh, ik wil wel wild zijn. Het is wel. Nou, hij krijgt wel een warm welkom. Kijk, kijk eens. Hij is mooier geworden. Oh, hij is echt lief. Ja, ja. Oh. Nou. Hey, Nesje. Kijk. Oh, wat gaaf. Zo, dat mag het zijn. Ja, 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 ja. Laat je de schat. Die mag het zijn, hè? Mooi. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Je moet niet denken dat hij nu ineens gaat ontploffen. Nee. En wat je vooral moet doen, als ze zo wat hevig staat, nooit afstaan. Want dat is gewoon show en présence. Gewoon laten doen. En dan gaat dat ook. Hij is helemaal onder de indruk. Oh, schat, ja, maar je gaat het goed leven krijgen, hè? Wij als boeren zullen maar even ons gemak houden. Ja, ja, ja. Ja, gunnen ze die pret wel. Ja, ja, precies. Oh, nou gaat hij naar zijn stal toe, hè? Ja, we lopen even mee, nee, want dan moet het volgen. Ja, ik vind het mooi hier. Zie je? Ja. Ik
ik keek meestal een beetje hoe dat ze... Want ik heb sommige paarden die erop bij mij op verwagen dat het genoeg is, maar je hebt er buiten die toren. En elke mengeling is anders. Hè. Welkom paard. Ik gaf Kamal een traditional 2, de Harmony mix gaf ik. Dus de gewone Harmony mix. Ja. Maar het is een Arabier, hè, dus die moeten niet te veel... Er moet niks van haver in zitten of zo. Hier zit haver in. Zit haver in, of wat? Ja, sorry. Ik ga het proberen. En hij moet even wennen natuurlijk, in zijn stal, op zijn nieuwe plaats, hè. Even wennen. Dus. Dus. Ja, het paard is met toebehoren gekomen, dus het moet hier ook een beetje... Waar staat nou 86? Niet hier. Nee, hier staat 86. Toch die andere. Dan toch die andere. Ik denk het. We zoeken waar alles naartoe moet. Los. Alle spulletjes zijn meegekomen. Uit België. Alles wat ze nodig hebben om Des een goede verzorging te geven. Alleen ik heb niet gedacht aan hoeveel. Nee, maar dit is helemaal naar buiten. Gaan we achter naar buiten. Dus en gewoon het feit dat er al paarden stonden, dat was al zoiets van. Ja, oké, ze doen het hier. Maar als ze geen wijn hadden hier, hadden we het niet gedaan. Ja, ik spreek nu met Anja van Giesbergen. En jij hebt het paard hier gebracht voor Mieke. En kende je het paard al lang? Ja, heel lang. Ja. En hoe was dat nou om je paard hier naar Nederland te brengen en dan te zeggen, nou, tabé? Ik ben terug weg. Ik ga ze halen. Ze heeft een mooie thuis. Ik heb een heel goed gevoel bij Mieke. En ik ben er zeker van dat dit heel gelukkig gaat met haar. En omgekeerd. Een goed gevoel nu je gezien hebt. Toen anders had ik ze niet meegegeven. Dan had je die gedaan. Hè? Nee. Heb je nog speciaal advies voor Mieke? Het is een Arabier. En Arabieren hebben heel veel show en heel veel présence. En daar moet je mee omgaan. Daar moet je rustig bij blijven. En zeker nooit afstraffen. Want het zijn de eerlijkste paarden die er bestaan. Juist. Ze nooit of te nooit iets gemeen doen. Nee. Maar je moet ze respecteren. Ze hebben een heel oog... moet ik het zeggen, macho gehalte. En dat tonen ze ook heel graag. Juist. Maar het is alleen maar tonen. Juist, en voor de rest is het een hele lief paard. Heel braaf paard. Ja. Nou, en als ze hulp nodig heeft, ik ben niet ver weg. Oh, gelukkig. Dus. Nou, we hopen... En ik ook niet. ...dat ze een heel mooi leven hier heeft. En heel veel plezier met Mieke en met de familie. Ja, zeker. Dus dat zal wel lukken. Dank u wel. Yes.